Zaterdag 26 september konden de inwoners van het streekgewest Noord-Brabant een kijkje nemen op de regionale stortplaats Kracht 2 en het afvalverwerkingsbedrijf HWR in Roosendaal. Daarbij stond ook een bezoek aan een plantenkwekerij op het programma. Deze bezoekdag was georganiseerd door de regionale milieudienst streekgewest Noord-Brabant in het kader van de Nationale Afvaldag. De bezoekers kregen tijdens de rondgang een goede indruk hoe de verwerking van het afval in zijn werk gaat. Voor deze dag had men dan ook een passende slogan gekozen: een dag achter je afval aan doet je versteld staan. De wagens die het afval aanvoeren worden bij binnenkomst op een weegbrug gewogen. Zo wordt geregistreerd hoeveel ton vuil wordt aangevoerd. Vervolgens wordt het huisafval en het GFT-afval in gescheiden ruimtes gestort, waarna het wordt overgeslagen in treincontainers of vrachtwagens. Een deel van het huisafval gaat naar Moerdijk, een ander deel naar HVR Roosendaal, waar het wordt verbrand. Het GFT-afval gaat naar een composteringsbedrijf in Moerdijk. Er wordt een klein deel van het afval gestort op Kracht 2. Op Kracht 2 wordt het tuinafval dat via de Milieustraat wordt aangeboden tot compost verwerkt. Een hakselaar versnippert het tuinafval, waarna het op hopen wordt gegooid. In deze bergen ontstaat een temperatuur van 80 graden Celsius, waardoor alle zaden en kiemen worden gedood. Compostering is een rottingsproces. Na ongeveer 3 maanden is de compost bruikbaar en kan gratis door particulieren worden afgehaald. Door particulieren kan dagelijks vuil in de Milieustraat worden afgegeven. De inrichting is zodanig opgezet dat het afval al op voorhand wordt gesorteerd om vervolgens zijn weg te vinden voor verdere verwerking. Het afval dat binnenkomt wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. Bij deze controle wordt gezocht naar gevaarlijke stoffen en materialen voor hergebruik. Als er gevaarlijke stoffen worden gevonden, worden daar onder andere foto's van gemaakt. De aanbieder van deze stoffen kan rekenen op een fikse boete. Dit geldt ook voor gemeenten. In de afvalbergen van Kracht 1 en 2 ontstaat biogas. Dit wordt verkocht aan de PNEM die het gas omzet in elektriciteit. Door onder andere regenval komt er afvalwater vrij dat via een pijpenstelsel naar een waterzuiveringsinstallatie wordt gepompt waar het biologisch wordt gereinigd. Het huisafval wordt met vrachtwagens vervoerd naar HVR Roosendaal. Het aangevoerde afval wordt gestort in grote stortbunkers. Vanuit de controlekamer bestuurt men een grijper die het afval in een vulschacht boven de verbrandingsoven stort. Na verbranding blijven reststoffen over. Een groot gedeelte bestaat uit slakken die gebruikt worden in de wegenbouw. Van 1000 kilogram afval blijven 280 kilogram slakken over. Er komt ook nog een hoeveelheid metalen vrij die na omsmelting weer hergebruikt wordt. Met de warmte van de verbrandingsovens worden waterketels verwarmd. Het water met een temperatuur van 120 graden Celsius wordt doorgevoerd naar een nabijgelegen plantenkwekerij. Hierdoor worden grote hoeveelheden aardgas bespaard.
Met de ontwikkelingen van de laatste jaren is men erin geslaagd om de grote hoeveelheden afval die we met z'n allen maken zoveel mogelijk te reduceren en er ook economisch gebruik van te maken.